De schok is groot in teugen nadat instructrice Tessa Heil omkwam bij een beestjump. Het ging mis bij een elektriciteitsmast in het Gelderse Afferden. Hier zien we een sprong van die mast die wel goed afliep. De mast is populair bij basejumpers omdat het weiland makkelijk te betreden is. Het is bereikbaar met de auto en de mast is de hoogste in de omgeving. Het valscherm van Tessa opende niet. Waarschijnlijk viel ze dus 70 meter naar beneden en was ze op slag dood. In de nacht van dinsdag op woensdag beklom ze de mast met drie anderen. De 28-jarige vrouw had veel ervaring met parachutespringen en gaf les op het Nationaal Paracentrum. Het is trouwens verboden om een elektriciteitsmast te beklimmen. De overige drie worden niet vervolgd gezien de dodelijke afloop van het incident. En er wordt nu onderzoek gedaan naar het ongeluk.